Mag ik hulp vragen? Ja, dat mag. Zeg je wel, ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Helemaal geen idee. Ik zou het echt niet weten. Welkom bij weer een nieuwe video van CrossJumps. Ik ben Jochen en we zijn vandaag samen met... Dani. En we zijn ook weer vandaag met de... Robro's. Robin. En Joeri. We zijn in het supermooie trampolinepark Flydeck 53. Wat gaan we vandaag doen? We hebben weer een hele leuke challenge. We hebben hem ooit wel eens een keer gedaan. We hebben 3 deelnemers. En we hebben 2 mensen die gaan de tricks uitbeelden. En hun moeten hem gaan doen. Maar dit keer hebben we 2 mensen uitgekozen die totaal niks van de tricks afweten. Dus die kennen geen één naam van een trick. Ja, salto misschien wel, maar Chukahara Flippers keer 3 wordt een hele moeilijke. De dames die ons gaan helpen met deze video zijn... Sana en Nika. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Kom maar op. Denk je dat jullie het gaat lukken? Ja, ik denk dat we een heel eindje komen, maar... We weten het niet. Maar jullie hebben zelf nooit echt trampoline gesprongen? Nee. Dus jullie weten niet wat de kaboom is? Nee. Jullie weten niet wat de fliffers is? Nee. Oké, dan gaan jullie... Zijn jullie creatief met uitbeelden? Nou, we gaan ons best doen. En voor de verliezer hebben we weer een straf. Wie gaat er van jullie beginnen? Ik ga beginnen wel. Oké, ja. Pak maar een blaadje. Oké. Even wachten, laat me zien aan de camera. Wacht. Even wachten. Hoe ga je hem doen? Heb je het al in je gedachten? Ja. 3, 2, 1. Hebben jullie hem? Ja, ik denk het. Ik probeer wel wat te gaan. Ik vond hem goed, maar deze trick wordt je gematst. 3, 2, 1, go! Oké, wacht. Oké, dan ga ik hem anders doen. Denken jullie dat iemand hem goed had? Misschien 1 iemand. Wie denken jullie wie hem goed had? De middelste, oké. Wat was de trick? Dani, ik had 3 keer een been omhoog gehaald. Wat deed jij? Gainers fish keer 3. Gainers? Ja, dan 3 keer achter elkaar. Oké, wat deed jij? Gewoon een kick to the moon. Iets met kaboom of zo. Wat? Kaboom! Hoe kom je erbij? Wat was het? Het was de kick to the moon. Dat is een vet makkelijk. Ja, hoe kunnen jullie deze fout hebben? Hoe kunnen ze deze fout hebben? Die was misschien een van de makkelijkste. Echt, als dit de eerste trick is die makkelijk is, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké, trickie 2. Oké, ik ben benieuwd. Komt ie, laat het niet aan hun zien. Ja. Ja. Weet je het? Zijn jullie klaar? We zijn klaar. Komt ie. Ja? Hebben jullie hem? Ja, sowieso. Ja, dus dit is de trick. Ja. Dat is de trick. Hoe doen we nog eens? Yeehaw! Oké. Robin. Joeri. Oh, wow. Denk jij dat iemand hem goed heeft? Ik denk weer de middelste. En waarom denk je dat? Ja, dat weet ik niet. Het voelt er gewoon goed aan. Wat deed jij? Ik snap het nu. Toen ik zijn trick zag, dacht ik, ah, Rodeo natuurlijk. Hey. Wat deed jij? Ik dacht, dit is een twist of zo. Rodeo, toch? Ja, ik dacht ook zo, dubbele twist. Wat was het? De middelste, Rodeo. Rodeo. Joeri, luister! Ik moet wel zeggen, deze was weer perfect uitgebeeld. Perfect. Oké. Oh. Ja. Denk even na. Denk even na. Ik weet hem wel. Ja. Kijk maar mij. Hij is uit te beelden. Oké. Zijn jullie klaar? Ja. Ja. Heel goed. Oké, gaan we weer staan. Nou mag Joeri beginnen. Dus jullie die kant op kijken. Robin. Dani. Net of je straf hebt als je zo naar de muur staat. Ja, ik
zeg je eerlijk, ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Doe het maar. Mag ik nog een keer de... Nee. Was iets wat dit? Komt ie. 3, 2, 1. Wat was het? Het was de bol. Het was de fucking bolen. Je bent op Dreefriet. Ja, je had hem ook goed, ja. Hé, hey, die was wel heel goed uitgewerkt. Ja, ik snap niet dat je het niet begreep. Oh, ja. Oh, ja. Ik ben autistisch, hè. Dat is hoe zeg je dat, een handicap. Dus ja. Ik heb voordeel. Een bosje. Ben je er klaar voor? Ja. Komt-ie. Misschien? Ja, dat vind ik het moeilijk hoor. Vind je het moeilijk? Dat vind ik het moeilijk. Je mag elkaar, nee. Jullie mogen elkaar helpen, hè? Hoe leg je dit uit, het eerste deel? mogen we hem ook samen doen? Mag dat? Als uitzondering. Ze mogen het samen doen. Ja? Als jullie zeggen we gaan het samen doen, hou even jullie oren dicht. Oké, ja, moeten we... Ja, en in de hoek gaan staan. Ja? En dan? Dan, ja. We weten het. Ja. We hebben overleg. Ja! Oh, oké, easy. Ja, echt! Geniaal! Ik moet wel zeggen. Ik heb al die tricks opgeschreven en ik zat al te denken, hoe gaan ze me uitbeelden? Maar deze zag ik niet aankomen. Deze was nog veel beter dan waar ik had gedacht. 3, 2, 1, komt-ie. Oké, wacht, welke trick deed jij? Is dat een tocht? Dus dat jij deed? Wat deed jij? Oh, ik deed dit. Dat is een catwist! Dat is een catwist! Wat deed jij? Vanaf je buik. Het is gewoon... Je deed een dogtwist. Ja, ik deed gewoon een backflip, want ik wist het niet. Een backflip? Wat beelden ze uit? Ja, dat wist ik niet. Dus ik deed gewoon een backflip. Ik had geen idee. Zo hard ons best gedaan. Echt, deden jullie iets met een backflip of... Nee, we waren een twist aan het maken. Deze was echt... We waren de hond aan het uitlaten. Luister. Als jullie een cijfer zouden krijgen voor het uitbeelden, was dit gewoon een 10. Serieus, deze was echt goud. Ja, het was een dogtwist. Ja, alleen Robert... Hij doet een cat-twist. Nee. Ik dacht... Oh ja, je deed een cat-twist, dus dat telt hij niet. Oh. Wacht. Ja, hoe ga jij die uitbeelden? Geef maar. Oké. Ja. Weet je hem? Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ja, komt ie. Ja. Snap jij? Ja, ik snap. Had jij hem ook zo uitgebeeld? Ja. Maar ik zie nou echt drie koppen, echt. Heb jij... Ik weet het de hele tijd niet. En dan moet ik dit wel weten. Heb jij een idee? Nee. Heb jij een idee? Nee, helemaal geen idee. Heb jij een idee? Ik zou het echt niet weten. 1, go! Ik had deze hele drie. Oké, nou ben ik benieuwd. Denken jullie dat iemand hem goed had? Sorry, ik zou het echt niet weten. Misschien hij. Ik zou het ook niet weten. Ja, dat is lastig, hè? Misschien goed. Dani! Ik heb het niet goed. Wat deed jij? Ik weet het, ik had niet goed. Ik deed een sideflip. Je deed een sideflip? Ja. Deed zij iets naar de zij? Nee, maar wat was het wel dan? Nee, komt zo. Nou, ik denk dus gewoon een turtle. Maar die kan ik dus niet. Want ik. Oh. Kom niet verder dan. Oh, dit was wel een goede. Dat was de turtle. Waar denk jij? Ja, ik deed gewoon een kaboom. Ik wist het echt niet. Een kaboom. Wat was het? Ja, het was de turtle. Hey, kom weer een. Perfect Brit. Hey, je zit er goed in, Brit. Ja. Dan gaan we naar de volgende trick. Nog 5. Ja. Zal ik pakken? Ja, kom maar op. Easy. Easy? Ja. Dan ben ik benieuwd, want hij is moeilijker dan je denkt, denk ik. Ja? Dani de eerste. Jullie die kant, hey, vals spelen, andere kant kijken. Kijken.
zie je dat jullie in de gaten moeten houden. Echt, alles voor de winst. Ja, ik kan het doen. Woehoehoe. Robin, komt ie. Wat denk jij wat het is? Ja, ik dacht triple back. Maar je deed een dubbel omdat je niet warm bent. Ja. En ja, ze gaan altijd op een giecheltje, maar veiligheid staat toch voorop. Verstandig. Hij is echt triple back. Kun je van jou niet zeggen als je de video van vandaag had gezien? Hm? Ja, dat je ja, vol ja. op je nek ging. Hey, maar... Nek doen we niet. Drie. Lam is heel vaag. Op je nek. Nee. Komt ie. Ik denk dat het een triple flip is. Hij zegt back, maar ik denk gewoon flip in het algemeen. Triple flip? Drie flips. Ik denk dat ik mijn eerste punt ga verdienen. Ja? Dat denk ik, ja. Wat is het? Back. Dan denk ik niet dat jij... Of triple flip. Dan denk ik niet dat jij je punt gaat krijgen, niet? Ja, Jochem, wat is dit nou? Wat is het? Het was een triple backflip. Je had het toch goed. Eindelijk een eindelijk. Puntje. Eindelijk. Punt. Maar jij... Maar steeds achteraan. Jij geen punt. Nee. Oké, mijn beurt. Ja, ja, die kun je op een bepaalde manier uitbeelden. Oké, ja. Ik zie jou echt heel bedenkelijk kijken van... Hoe gaat ze dit doen? Ja. Hij is... Ik heb hem. Juri, ik zie jou echt kijken. Ik ben vergeten hoe ik die trick moet doen. Is dat makkelijk? 3, 2, 1 en go! Ja, 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 ja? Oké. Okay. Wat was het? Ja, ik zat echt te twijfelen tussen drie verschillende tricks. Ja, wat deed jij dan? Ja, ik wou eerst een cat twist doen en toen een kaboom full. En toen waarom een kaboom full? Toen snapte ik er helemaal niks van. Hoe is dit een kaboom full? Ja, weet ik veel. Wat denk je? Wat een cat twist. Ik weet het niet. Ik ben is compleet anders, maar ik weet het niet dan. Wat denk jij wat het is? Ik heb gewoon een cat twist gedaan. Ik weet niet wat anders. Dani, kom op jongen, hou die crosshums hier hoog. De enige truc die in mijn hoofd zat was een kork. What the fuck? Een kork? Ja. Hoe kom jij bij een kork? Kijk, ik dacht gewoon een twist. En de rest vulde ik een gewoon een kork. Luister even. Reageer even als jullie ook denken dat dit een kork was. Vanuit alle tricks een kork. Wat was het? Ja, de cat twist. Wat deed jij dan? Ja, en Juri zegt nog, ik denk niet dat ik deze kan, hij deed hem net. Ik dacht dat ik een flexcap doe. Oh nee, dat heb ik wel goed gehad. Ik ben weer aan de beurt. Nog drie, komt ie. Mag ik hulp vragen? Ja, dat mag. Ze gaan een trick voordoen. Maar we laten jullie niet zien welke trick het is, dus jullie mogen thuis even meeraden welke trick dit is. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Dat was hem. Ja! Laat even weten in de reacties als jullie denken welke trick dit is. Hij was goed voorgedaan, maar hij is knijtermoeilijk. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. En het is ook heel stil aan de overkant. Ja. Dus precies nadenken. Ja, en daar hebben ze normaal hebben ze daar al moeite mee met nadenken. Juri, komt ie. Oké. Okay. Robin. Ja. Ja, maar ja, ik ja. Ik kan hem wel zeggen, maar dan hoort hij wat. Nee, je moet hem doen. Ja, ik moet hem gewoon doen. En als je hem niet kan, dan moet je iets doen wat erop lijkt en dan zeggen. Oké. Okay. Dani! Kom op, jongen. Hoe? Doe hem nog eens na. Mag ik het zeggen? Nee, hij moet hem nog doen. Oh, hij moet hem doen. Dit kan niet. Hij kan het wel. Nee, wat ben je dom? Het is
Wacht. 3, 2, 1 en dan zeggen jullie hem alle drie tegelijk. Ja, 3, 2, 1. Tsukahara full. Dubbel full. Pagani. En wat was het? Het was de... Tsukahara. Maar geen full. Hoezo geen full? Hoe zit een Tsukahara? Tjoek tjoek van de trein. Haar. Dit is echt hoog niveau voor mij. En de auto is gewoon tchoekie. Tchoekie. Ja, ik dacht gewoon het voelen. Ja, of deze gewoon half in. Oh, waar denken jullie nou? We zijn aan begonnen met stellen beloten. Maar ik keur hem van jou ook af, maar je zat er dichtbij weer. Dit zijn echt jouw challenges, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Ik moet de laatste twee goed hebben, maar Jori moet niks goed hebben. Oké, we doen er nog twee. En nu zeggen we weer niet welke trick het is. Heb je hem? Ja. Ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Jawel. Komt wel goed, ja. Bent u klaar? Ja. Komt ie. Ja? 2, 1, go! Ik laat het steeds van mijn rug, ja, gewoon een dubbel frontflip. Dani? Dubbel frontflip. Tuurlijk, een dubbel frontje. Dubbel frontflip. Ja, dubbel frontflip. Maar het ging niet helemaal goed. Nee, ik kwam hem niet. Maar, tel eens het, want het was... Ja, het was een dubbel frontflip. Oeh. En we gaan naar de laatste, en ook bij de laatste zeggen we niet. Wat het is, laat even weten in de reacties als jullie het weten. Ja, heb je hem, denk je? Ik weet het niet. Dan ga ik ook niet spieken, ben ik ook benieuwd. Ja, ben je klaar voor? Ja. Oké. Ja, toch. Heel mooi, ja. Ik weet hem. 1. Wat doe jij? Die ging er vooruit. Die ging er vooruit. Die ging er vooruit. Oh mijn god. Dit is zo'n explosie. Nee. Wat doe jij? Wat dacht jij? Ik dacht, de enige trick, zeg maar, flippers is een makkelijke trick. En die was nog niet geweest. Dus ik dacht, die laatste trick is een flippers. Maar dit is gewoon een kaboom natuurlijk. Ja, maar ik was nog een laatste, want jullie hadden het goed. Wat denk jij? Ja, nou, ik heb een straf. Ja, maar wat dacht jij wat het was? Ja, ik wist het niet zeker, maar ik dacht flippers is nog jij geweest. Jij dacht flippers. Robin, wat dacht jij? Ja, dubbel kaboom. Dubbel kaboom. Wat was het? Het was de dubbel kaboom. Dames, ik wil jullie bedanken. Jullie hebben het echt super goed gedaan. Ja, geen dank. Wij vonden het leuk en er is een goede verliezer uitgekomen. Dus, Dani. Mij vinden het vooral leuk dat ik dit mag gaan appen. Mijn hoofd is al in de war van het hele spel. Mag ik hem nog even lekker gaan bevriezen? Gekraakte hersens. Als hij hem niet at, moet hij de volgende keer voor ons McDonald's trakteren. Nou, dan gaan we. Ben je klaar? Nee. Laat hem even zien. Komt ie. Succes, Dani. Jawel, ik tel hem. Het is niet te drinken. Ik tel hem. Want het ijs blijft vastzitten. Het is niet te drinken gewoon. Ik moet alles kapot maken. Dan blijft alles ook nog zitten. Maar het smaakt echt lekker. Je hebt het goed gedaan. Ik vind dat hij telt. Bedankt voor het kijken en houdoe. Bye.